Mika, mooie wedstrijd van jou. Vanaf de tweede helft van het parcours toch voor de tweede plek gereden. Duidelijk voor de tweede plek. Hoe ging het? Ja, ik miste mijn start compleet. Ik kwam als 12e of zo over de start heen. Maar ik maakte het eigenlijk al goed in de eerste bocht. Want ik trok gewoon door buitenlangs en reed zo iedereen voorbij. En toen lag ik eigenlijk al derde. En toen draaiden we het bos in. Toen maakte ik een kleine fout op een bochtje met een boomstronk. Toen kregen ze 5 meter cadeau. En toen een ronde doorgereden. In de zandbak kwam ik iedere ronde heel ver terug. Want die nam ik eigenlijk foutloos. Het was gewoon alsof ik asfalt heen reed. En toen zakte de nummer 2 op dat moment doorheen. En Guus reed toen alleen weg. Maar dat was op de in de Texas Passage het bos heen. En toen kreeg hij eigenlijk, omdat hij mij een beetje aan het remmen was, toen 5 seconden cadeau, Guus. En nog heel erg dicht gereden in de zandpassage. Toen reden we uiteindelijk even hard en we bleven ongeveer op dezelfde tijd van elkaar hangen. En het tweede deel van het parcours was meer voor mij met het zand. Tot het ook echt op de techniek en de power aankomt. En het stuk met de kortere draaiende bochtjes, die maakte Guus gewoon beter. En dan pakte hij weer tijd terug en zo was de wisselwerking. En het was gewoon echt gewoon alles geven op de rechte stukken. En dan de technische passages zo goed mogelijk nemen. En ik was eigenlijk iedere ronde aan het uitkijken naar het gedeelte vanaf langs de tweede materiaalpost. Want dan was het echt gewoon volledig op de power terug. En het zand. En dan maakte ik een hoop goed. En dan kwam ik weer in beeld. En voor de tweede plek was het uiteindelijk. Maar ik kan niet klagen. Ik weet waar ik vandaan kom nu. Met een zware blessure aan mijn knie. Gekneusde knieschijf. Vorige week op het EK nog vol op mijn jukbeen gevallen, dus het is nog een beetje blauw hier. We zijn een stijgende lijn, dus het gaat nog veel beloven de komende tijd. Ja, de stijgende lijn in ieder geval vasthouden en ik zou zeggen op naar de volgende en op naar nog meer mooie podiumplekken. Ja, zeker. Volgende week gaat het weer van mij worden. Dat is overreizen, dus dat is klimmen. En dat is echt mijn ding, dus we gaan het zien. Oké, Mika, succes. Dankjewel.